Een valpartij bij de korte baan, meneer Breutje. Oh, en Jos Clugent van Erik Zuur. Lekker slag! Erik Zuur wat derde, Jonny Delmer wat vierde van de korte baanwedstrijden. En Jos Clug gaat zijn brug uitpakken! Wat is echt gelukt? Close finish! No! Drop! Cover! Bonsema, Justin Greven is tweede geworden en Remco de Vries die gaat met de dikke beker aan de haal. Straks de prijsbereiking tussen 2 en 3 in de Noordse kantine. Netjes, Koos. En daar gaan ze, de jeugd voor de lange baan wedstrijden. Twee rondes. Volle ronde. Aan de haven. Gaat u luisteren, kan nog. Hup. Dan komt de winnaar van de CDA, van de jeugd. Daar is die. Hartelijk gefeliciteerd. En dan strijd op de tweede plek gaan we volgen. Het duurt misschien maar even. Nummer 2 en nummer 3 zijn er. En een plaatsje vrij. De randjes, stop! Net moment, ik stil zo. Ik zou met jou de hele avond willen trainen. En de eerste ronde is binnen. De jij ging het snel, ja, want ik wil niet lullig doen, maar. En dan gaan ze, dan hebben die streuning voorop. Mario Wilgers in de achtervolging. Ronde 5.
gaan naar nummer 6. En het tempo gaat omhoog. En daar gaan ze, die gaan het uitmaken. Jan Bovenhandel. We gaan voor de laatste ronde. Wie gaat het worden? Laatste ronde, Jan Bovenhandel spreiding. Daar gaan ze. En dan komen ze de bocht om. Wie gaat er winnen? Rando of Jan? En dan de kant mensen voor de sprint. Rando of Jan Spreuning, daar gaan ze. Wie gaat er winnen? Het is Rando Spreuning die gaat winnen. Gefeliciteerd. Jan Spreuning was op tweede plek. Editie 2012, Rando Spreuning nummer 1. Opvolger van Rudy Dagas, Diederik Kroon, derde, Joop, vierde en Erik Zuur, vijfde. Hij is een beetje kwijt, maar het is niet anders. Ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.